Nee, maar normaal gesproken is het hier helemaal vol, maar het is overal een beetje rustig, hè? Geen stad. Good morning guys, het is maandag en ik kom net van Rowcycle. Ik heb samen met Bibi een lesje gedaan bij Vita, het was zo leuk. En nu voel ik me helemaal fresh en ik ga nu gewoon lekker aan het werk. Ik moet heel veel e-mails doen. We hebben net een pakketje binnengekregen. Moet je even kijken. Kijk, van de Boozy Shop. Ik vind het altijd zo leuk, dat roze. En we hebben dus gekregen deze mini blending sponge. Grappig, daar kan je denk ik gewoon wat meer concealer mee doen. Dit is meer om te shapen. Geen idee wat dit is. Siliconen sponge. Bizar, ik heb dit nog nooit gezien. En dan, oh, nog één. Oh, chill, nu hebben Vita en ik ieder een eigen. En dan, ik denk dat dit kwasten zijn. Oh, fucking chill dit. Heel nice. Deze kwasten zijn echt heel chill. We hadden vorige keer ook echt heel veel gekregen. Het is nu eigenlijk het enige wat we gebruiken qua kwast. Nice. Vita die ging heel even langs mama, maar die komt ook zo met mij samenwerken. Dus wel wat gezelliger. Ik denk dat ik even hier begin met werken. En dan, ik denk in een tentje. Het is zo mooi weer. Gewoon lekker ergens in de zon. Kijk trouwens, mijn wenkbrauwen, die zijn dus gedaan. Zoals jullie hebben kunnen zien, door soap. En ik vind het echt mooi. Ik heb het nu gewoon vrijwel niet bijgetekend. Ik heb gewoon een heel klein beetje van, ik heb een soort van brow gel-achtig, een beetje met een kleurtje doorheen van Maybelline. Dat heb ik er echt heel licht door gedaan. Eigenlijk praktisch niks. Maar ik vind het echt mooi. Gewoon zo chill. Je wordt wakker, je hebt gewoon zieke wenkbrauwen. Dus dat vind ik wel fijn. Dit is trouwens wat ik aan heb. Gewoon chill t-shirtje van Naked. En dan deze broek. Die is super dun, dus die is zo chill als het warm is. Die heb ik ooit bij Donna Karen DKNY gescoord. En sneakertjes. Maar ik moet aan de slag gaan, dus tot zo. Hallo daar, ik ben er ook. En ik zie nu iets zo bizars. Ik kom net thuis, ik heb namelijk les gedaan. En daarna ging ik heel veel langs mama. En kijk even dit kussen. Zweeft, zeg maar, op dit randje. En ik weet gewoon niet hoe dat komt. Maar het lijkt wel gewoon alsof hij... alsof hij dus zweeft. Helemaal rechtop. Nou, dat wilde ik even met jullie delen. Vond ik vrij grappig. By the way, kijk. Nu zie je dus mijn wenkbrauwen. Ik vind het echt heel erg mooi gedaan. Hoeveel mama het? Ja, ziek mooi. Ik ben er zo blij mee. En echt, ik stond op. En als ik ga lesgeven, doe ik 's ochtends zeg maar nooit make-up op. En dan had ik nu gewoon meteen expressie, doordat ik die wenkbrauwen wel al had. En die nagels, daar ben ik ook fucking blij mee. Dit is de laatste keer dat ik rood ga doen. Volgende keer dat ik ga ik wit nemen. Want dan gaan we ook naar Ibiza en dan vind ik het gewoon leuk om witte nagellak te hebben. Maar oké, ik ga nu even lunchen. En ook even achter de laptop zitten. En dan hebben wij om 5 uur weer een meeting. Ja. Inmiddels zijn we alweer veel uurtjes later en hebben wij nu een meeting in het Andas Hotel. Ik ben ooit een keer naar de opening van dat hotel geweest. Echt een fucking mooi hotel. En we hebben daar zo'n meeting, dus we gaan er even heen. En ja, dat was het even. En Elise en ik gaan nu even gezellig afspreken met Jamai. Want die hebben wij echt al maanden niet gezien. Want hij werkt altijd keihard tijdens de winter. En dan nu komt hij eindelijk weer uit zijn ei. En kan hij weer een beetje van het leven genieten. Dus helemaal gezellig. Ik heb zo'n zin om hem te zien. Even helemaal bijkletsen. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Maar, dus we hebben even met hem in de pijp afgesproken. Het is een beetje
raar weer, moet ik zeggen. Ik weet ook niet zo goed wat ik zeg maar aan moet. Maar ik doe hier overheen gewoon een leerjasje, denk ik. Ik wil wel heel graag namelijk even buiten zitten. Maar ja, want het is best wel... Het is niet koud, volgens mij. Maar ja, dat dus. Helemaal gezellig. Hoi, schat. Hey, nou dit is jongens zo... Lang geleden. Ja. Jongens, het leeft nog. Het leeft. Zeven maanden. Dit is het proces. Fotosynthese heb ik nodig. Licht en alcohol. Nou, cheers, schat. Cheers. Ja, dat kan je zelf zien. Hè? Ja, weet ik. Ja. Ja. Nou, we zijn inmiddels verhuisd. Koekoek. Naar de... Havenkeuken. De havenkeuken. Oh, hij is helemaal onscherp. Wacht even. Wacht even hoor. Hij focust op jou, zie je dat? We zijn verhuisd naar de havenkeuken. En Elise, die had afgesproken met een vriendin, die is er helaas niet meer bij. Nee. Maar ja, we zijn nu even lekker aan het smikkelen. Ziet er ook heel appetijtelijk uit. Ja, dit ziet er echt heel vies uit. Oké, we gaan even een hapje eten en ik ben hier dus nog nooit geweest en kijk achter mij zit je gewoon lekker aan het water en kan je gewoon in de zomer een bootje aanleggen. Helemaal gezellig. Ja. Heerlijk. Ja, dit is echt een toplek. Ja. Ja, je kan lekker eten, lekker gewoon lekker relaxed. Er is helemaal niemand, dus je kan... Wij zitten hier aan een gigant. Tafel. Ja, dat is niet normaal. Dan kan je gewoon... Echt... Gewoon... Ja, we zijn met z'n tweeën. Oh, oké. Okay. Tafel van 10 alsjeblieft. Ja, nee, maar normaal gesproken is het hier helemaal vol. Maar het is overal een beetje rustig, hè? Geen stad. Ja, terwijl wij zaten natuurlijk in de pijp en daar was het gewoon rammend druk. Toch? Wel, hè? Ik ga vast roken. Ik ga ook roken. Ja? Nee, maar nu wel. Wij hadden net allebei een kauwgompje in. En wij hebben dat nu heel chic op ons bordje gelegd. Het is tegelijkertijd ook ons voorgerecht. En, hoe smaakt het? Nou, het is nog steeds smaakvol. Ja? Ja, steamerol is echt... Ja, dat is mijn lievelings. Het is gewoon de beste. Het is echt de beste kauwgom die er is. En ja, dat wordt lastig. Ja, oh, ja. Nou, we hebben wel heerlijk eten besteld. Kijk maar, dit is een salade. Spicy tuna en dan nog lekker de beef. Eet smakelijk, schat. Eet smakelijk. Zo flauw. Oh my god, ik ben weer thuis. En ja, het was wel echt zo leuk vandaag. Niet normaal. Ik heb zo gelachen met Jamai. Het is gewoon ongekend. We hadden ook zoveel bij te praten. Maar altijd als ik met Jamai afspreek, dan hebben we gewoon aan het einde van de avond knallende koppijn van het lachen. En gewoon alsof ik een zieke app workout heb gehad. Zo gelachen. Nou, het is gewoon bizar. Dus dat was echt heel gezellig. We zaten dus eerst gewoon bij het paardje. En toen daarna ging Elise helaas weg. En toen zijn wij nog naar de Harbor Kitchen gegaan. Was nog nooit geweest. Wist niet eens dat dat daar was. Is in Amsterdam-Zuid. En fucking lekker eten wel. Maar er was ook helemaal niemand. Wat super raar was. Was echt vet rustig. En weer zo gelachen. Echt gewoon... Nou... Heerlijk. Voor de rest zit ik nu op mijn bed. Zonder lakens. Want die heb ik gewassen. Dus ik moet nu dat hele bed gaan opmaken. Sorry hoor. Maar ik vind dat een van de irritantste dingen op aarde. Dat is gewoon iets wat je gewoon liever niet wil doen. Maar dan uiteindelijk is het wel heel lekker om in een heel schoon bed te liggen. Ah, zo fijn. Maar ja, ik ga dus dat doen en dan ga ik lekker pitten. Want ik ben echt kapot van al dat gelach. Dus ik ga de vlog afsluiten, jongens.
Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer. Mwah.